kan soms gewoon bijna niet geloven dat ik sinds die operatie me zoveel beter voel. Nou jongens, het uur van de waarheid. Ik ben in de Victoria's Secret. En ik ga maar even passen. Ja. Mommy date. Probeer even geen kinderen in beeld te brengen. In de speeltuin geweest. Echt heerlijk, zo mooi weer. Ik vergeet helemaal de vlog te openen. Welkom bij een nieuwe vlog. Waarom staat die zo donker? Ik heb geen idee. Sorry, dit is waar jullie mee moeten doen. Het is nu 5:50. Ik moet nog beginnen met koken. Maar goed, prima. Ik zag dat het aankomend weekend wintertijd gaat worden. Dus misschien sowieso handig als ik hem iets later naar bed ga doen steeds. Ik ga vandaag dit maken. Ik vind die verspakketten altijd wel heel erg handig. Vooral als het die gesneden varianten zijn. Want deze is met pompoen. Als ik ergens een hekel aan heb, is pompoen snijden. Ik heb vega spekjes erbij. En kokeroom wat geen koemelk is. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hiernaar. En ja, ik vrees dat Otis alleen maar kale pasta gaat eten. Dus ik hou even wat pasta apart. Ik vind dit wel heel goed trouwens, want mac and cheese is natuurlijk niet echt bekend als een gezond gerecht. Maar er zitten toch aardig wat groenten in. En volkoren macaroni zit erbij. Goedemorgen. Volgens mij was ik gebleven bij dat ik gisteren, hoe heet het dat gemaakt? Mac and cheese. Was trouwens super... super lekker en volgens mij helemaal niet vet of ongezond. Oh, heel mijn handen vol. Ik ben nu in Castricum en ik ben te laat. Ik had verkeerd in mijn agenda gekeken. Ik ga weer naar Myok toe voor mijn huid. Wel fijn dat mijn huid nu ook wat beter gaat. Maar het kan nog wel wat extra oppepping en verzorging gebruiken. En iedere keer als ik bij Myok ben geweest, dat schrijf je M-I-O-K, dan is mijn huid echt gewoon een babyhuidje. En ik merk gewoon na een week of 3-4 dat het dan weer nodig is. Dus ik merk echt verschil. Dus dat is heel fijn. Ik ga nu haasten. Ben ik een kwartier te laat. Oeps. Even gezellig met Alice en Kev wil ik zeggen. En Seth. Even een bakkumreunietje. Ik ben inmiddels weer in Amsterdam en weer wat make-up op mijn gezichtje. Maar mijn schoonheidsspecialist in Myok zei dus ook dat mijn huid duidelijk beter gaat. Dat ik alleen nog wat donkere plekjes van oude dingen heb, maar dat er niet echt nieuwe ontstekingen nu bij zijn. Dus daar ben ik heel blij mee, dat snappen jullie. Ik ben nu onderweg naar een event van Douglas. En dat is mijn eerste werkgever, jongens. Toen ik 17 was, begon ik daar te werken. Nee, toen ik 15 was. Ja, 15. Tot mijn 18e. 3 jaar gewerkt. Ik kom mijn oud-collega Tess Duiker tegen. Dat is echt een volgtip. Zij weet... Ik moet even dichtbij praten, denk ik. Zij weet alles over beauty. Jij weet alles. Ik hoop het. Misschien moeten we ondertiteld worden. Het is zaterdagochtend en we hebben heerlijk een mommy date. Probeer even geen kinderen in beeld te brengen. Nee. Met Alice. En we zitten bij Kraantje Lek. Dat is echt een heel leuk plekje. Gisteravond was weer een race tegen de klok, want ik moest Otis afleveren bij zijn vader. Toen doorracen naar Rotterdam, dat gebeurt vaker. En dan hebben wij meestal om 8 uur reservering bij een restaurant. Dus het was een beetje snel, snel, snel. En
vergat eigenlijk helemaal te vloggen. In ieder geval hebben wij gegeten bij restaurant Du Bak. Dat is in Rotterdam echt een hele leuke tip. Je moet wel echt reserveren, want het zit altijd vol. Maar als je een beetje van Frans eten houdt, steak tartare en dat soort dingen. En goede wijn, dan is dat wel een tip. No spon verder. Ik ben nu bij mijn vriend. Ik zit in de slaapkamer, zoals jullie dat zien. En ik neem eigenlijk wel altijd... Ik heb hier wel spullen liggen, maar ik neem eigenlijk mijn beauty spulletjes... neem ik nog wel heen en weer, omdat ik heel veel dingen niet dubbel heb. Waaronder mijn parfum. En wat mij nou leuk leek, is dat ik even 3 nieuwe parfums... straks aan mijn vriend gaan laten ruiken. Want ik vind het natuurlijk het... Ja, naast dat ik het zelf lekker moet vinden... vind ik het allerbelangrijkste dat hij het ook lekker vindt. Hij houdt gelukkig ook heel erg van niche parfums. Dus hij koopt ook altijd exclusievere geuren voor zichzelf. Die ik gelukkig ook heel erg lekker vind. We hebben een keertje zelfs van hetzelfde merk... net een andere versie hadden we gekocht. Los van elkaar. Heel grappig. Dus ik heb weer 3 nieuwe parfums om te testen van Parfumado. Echt super leuk. Dat is een parfumabonnement waarbij je zowel luxe merken zoals Paco Rabanne en Hermès en zo kunt krijgen. Als niche parfums kunt ontdekken. En wat ik nou zo leuk vind is dat je €14,95 per maand betaalt. En dan krijg je 1 zo'n doosje dus. Ik ga het even laten zien. Kijk, dan krijg je 1 zo'n doosje. Daar zit een hele handige travel flacon in. Super makkelijk. Die draai je rond en dan verschijnt het spraydingetje. En die kun je vervolgens 30 dagen lang met 4 keer een spraytje, dus weet ik veel, 2 keer in je nek en op je polsen of zo, kan je die dus testen. Dus dan heb je gewoon een maand lang parfum. Nou, dit gooi je natuurlijk zo in je tas. Kost dus maar €14,95. Ik heb het jullie een keertje eerder getipt. Maar wat nu nog natuurlijk zo leuk is, rond deze tijd, als je nu nog bestelt, ik kan jullie een kortingscode geven van 50% korting. Dus dan heb je 30 dagen parfum naar keuze voor €7,50. De code is SME50. Dus dat is top. Maar dan kan je natuurlijk direct een parfum eventjes goed proberen en ontdekken. En heb je een cadeautje voor de feestdagen. Of om te geven. Of natuurlijk om te vragen. Dat ga ik denk ik doen. Ik vertelde dat vorige keer ook. Ik heb dus altijd Molecule 2 Eccentrics heb ik normaal. De vorige keer heb ik gewoon Molecule 1 geprobeerd. Die was ook heel erg lekker. Maar nu zag ik deze op de site staan. En je kan dus ook zelf kiezen welke geuren je wil ontvangen. Je kan een kalender vullen. Zodat je per maand een geur naar keuze ontvangt. Maar hier zit dus ook iris in. Ik heb hem gisteravond al eventjes stiekem opgehad. Hij is echt super lekker. Dus ik denk dat ik voor de afwisseling die geur voor de kerst ga vragen. Want volgens mij vond mijn vriend die ook heel lekker. Maar laten we hem dat vanavond nog eventjes gaan vragen. Oh ja, en wat ik vergeet te zeggen. Mijn code is dus voor de eerste maand. Dus dan heb je voor €7,50 heb je een parfum. Daarna is het €14,95 per maand. Maar heb je dus wel gewoon een flacon waarmee je 30 dagen... En verder kan, zeg je, ik wil het even pauzeren of stoppen, dan kan het op elk moment. Dat vind ik altijd wel even belangrijk om erbij te zeggen. Ik had er trouwens nog 2 uitgekozen natuurlijk. Deze, This Is Not A Blue Bottle. En de Lumiere Miller Harris. Ook heel erg lekker. Ik ben altijd de camera aan het draaien. Maar die heb ik dus uitgekozen naar aanleiding van de geurtest die ik heb gedaan. Volgens mij komen er bij mij hout fris uit. En ik hou heel erg van unisex geuren. Dus die kan je ook eventjes op de site doen. Ik zet de link en de kortingscode natuurlijk eventjes in de beschrijving. Ik ben nu de rest van de zondag ben ik bij mijn vriend en zijn kinderen. Dus ik kan verder even niet filmen overdag. Ik denk trouwens dat mijn editor er een gezellig rustgevend maandagochtend muziekje onder heeft gezet. Want het is hier niet zo rustgevend. Ik ga het jullie laten horen. We of hij is in ieder geval de keuken aan het laten verbouwen. Dus er komt hier een hele nieuwe keuken in huis. Maar ook een nieuwe vloer en het plafond wordt verlaagd. Dus ze zijn vandaag begonnen. De oude keuken was er al uit dit weekend. En nu is het 2 weken lang verbouwing. Dus... heftig! Hoor je? Deze vond mijn vriend trouwens gisteren heel erg lekker. Dus ik ga nu eventjes deze 2 proberen. Dus ik
we gaan even onthouden. Ik heb het nu op camera. Deze doe ik op links. En die doe ik op mijn rechterarm. Ik heb trouwens korte mouwen aan, jongens. 31 oktober. Maar dit shirtje is van Plein Publiek. Die is echt heel erg lekker. Die is van 70% merino wol. Dus echt lekker warm en zacht. Ze is fijn. En ik heb er een hele wijde pantalon. Die is volgens mij ook van wol. Van By Bar. Echt zo'n oversized ding. En nu nog mijn sloffen. Charming. Maar ik doe er of mijn grote sneakers bij van Acne. Of enkelaarsjes met hak die ik gisteren aan had. Want eigenlijk is hij wel echt te lang, die broek. Dus even kijken wat ik doe. En ik weet ook even niet meer wat ik met mijn haar moet. En meestal betekent dat ik de kapper maar eens moet gaan berichten. Dat het geverfd moet worden. Want het wordt weer heel donker, zoals jullie zien. Volgens mij ben ik al lang al geen blondine meer. Zo, ik kom net weer in mijn eigen huis aan. Het is dinsdag. Ik vind het toch altijd nog wel een beetje lastig om te filmen bij mijn vriend. Sowieso natuurlijk met zijn kinderen is dat helemaal geen doen. Maar ja, sowieso blijft het een beetje... Ik weet het niet. Ik moet er nog erg aan wennen. Ik vind het nog heel awkward allemaal. In ieder geval heb ik hier zo weer 4 boeken verkocht dit weekend. Dus die ga ik nu snel op de post doen. Ik ga snel boodschappen halen. Geld pinnen voor de schoonmaker. Die komt vanmiddag gelukkig. En dan ga ik lekker lunchen met Marika. Dus ik neem jullie mee. Overgehaald om even naar de Zeeland Store te gaan. Kijk, ze heeft alweer wat leuks gevonden. Levensgevaarlijk. Nou jongens, het uur van de waarheid. Ik ben in de Victoria's Secret. En ik ga me even passen. Ja. Ik kreeg best wel wat nieuwsgierige vragen erover. Uiteraard is het klein maar fijn nu. Maar ik ben helemaal niet ontevreden. Dus ik heb wat verschillende maten meegepakt. 32C en heel veel 32B. Dus ik ben benieuwd. Het is mamadag, zoals jullie horen aan de geluiden. Hè? Vandaag is het mama Otisdag. Ik is jarig. Ik jarig ben. Nee, je bent niet jarig. Ik ben bijna jarig. Bijna, ja. Nou, ongeveer nog 3,5 maand. Eerst komt Sinterklaas. Dan komt... Avond ook. Wie komt? Avond ook. Avond ook. Ja. Sinterklaas komt. Dan komt... Dan is het kerst. Ja. Dan is het oud en nieuw met het vuurwerk. En daarna ben jij pas jarig. Ja. Dat is half februari. Maar oké, we zijn er op tijd bij, zeg maar. Ik wil nog even vertellen wat ik gisteren nou gekocht had. Ik ben echt super goed geholpen, moet ik zeggen. Bij Victoria's Secret. Ik had het, ja, gek genoeg of zo, niet heel erg verwacht. Ik ben vroeger wel bij Hunkemöller heel goed geholpen. Dus daar loop ik binnenkort ook even weer een keertje heen. Maar het viel me heel erg mee, wat ik uiteindelijk... nog over heb weten te houden. Kijk, ik heb zo'n kaartje gekregen. En daar heeft ze ook opgeschreven wat ik dan nog voor maat heb. 32C. Ja, dat is volgens mij hetzelfde als 34B. Maar we hebben zowel 32 als 34 geprobeerd. En dat was 32 toch het beste bij mijn omvang. En dat staat denk ik gelijk aan 70C of zo. Zoiets. Dus daarvoor wil ik dus nog naar Hunkemöller toe. Want dan kunnen ze ook, dan doen ze ook dat meten. En ik heb deze gekocht. Ik zal het even laten zien. Ik ben normaal niet zo van de lingerie show. Maar voor deze gelegenheid vooruit. Ik vond dit wel echt een hele mooie. Gewoon ook voor onder een t-shirt wel met wat vulling. Daar word ik nu toch wel blij van. Dat had ik nooit. Maar ja, nu dus wel. Alleen ze hadden er geen ondergoed meer van op voorraad. Dus die moet ik even online bestellen.
Oh jongens, ik ben zo aan het genieten. Het is zulk lekker weer buiten. Niet normaal. En ik voel me heel energiek. En ja, ik kan soms gewoon bijna niet geloven dat ik sinds die operatie me zoveel beter voel. En ik vind het ook zo stom dat ik me al die jaren gewoon heel vaak heel moe heb gevoeld. En lusteloos en zo. En ik ben zo enorm trots op dit ventje. Het is zo gezellig ook. Ik ben even helemaal opgekleed, want ik heb een privéetje van Hunkemuller. En daar ga ik jullie nog eventjes mee naartoe nemen. Tonight you're all going to see some lovely ladies showing some collections from us to give you a tease. And to sense, we are going to talk through 5 senses, which you all can explore and maybe experience. Avond, een sexy avond kan ik wel zeggen. Ze hadden het echt enorm goed en mooi en alles georganiseerd. Dus even een avondje weg zonder kind was ook wel even lekker. Ik had oppas. Ik ga nu de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie over 2 weken natuurlijk weer.